Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review hier bij Thomas Opent met Imperial Stout Time. Imperial Stout Time uit de US of A in de vorm van Adroid Theory en Diesel Boys. Amuel. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Er zit namelijk iets leuks aan dit bier. Ik wil eerst even, voordat we gaan beginnen, even een flinke shout-out en een dankjewel naar Extreme Beers. Extreme Beers heeft dit bier plus nog een andere bier opgestuurd naar de Dutch Beer Collective. En samen met Extreme Beers mogen we ook iets heel leuks aanbieden aan jullie. Dus gebruik de code Extreme Dutch Beer Collective. Ik doe hem onder in de omschrijving box van de video. Doe ik hem nog even met een link naar de webshop van Extreme Beers. Met die code krijg je dit hele jaar nog 10% korting op je bestelling bij Extreme Beers. Dus gebruik die code, altijd leuk. Ja. Dus deze video, deze review wordt mogelijk gemaakt door, moet ik er even bij zeggen, dat heeft ook te maken met de hele hashtag ad en dergelijke, weet je, openbaarheid op social media en dergelijke. Nou, daar ben ik ook groot voorstander van. Nou, we gaan dus even terug naar het bier. Adroid Theory, Diesel Boy. Ja, het grappige aan dit bier is, Remy kreeg het pakket binnen. En die had zoiets van, jongens, ik pak een paar bieren, als jullie het niet erg vinden, weet je, kijk ik even wat ik graag leuk vind en dan kijk ik wat jullie vinden en dan kunnen we gaan overleggen. En toen zei Remy, mag ik deze? Nou, dan waren zoiets van, tuurlijk joh, moet je doen, waarom niet? Hartstikke leuk toch? Iets aan het blik had ik van, er zit hier iets achter en wat was het ook alweer? Dus ik ben nog eens even gaan zoeken en 2 dagen later stuurde ik een berichtje naar Remy. Remy heeft een pesthekel aan vis. Hij heeft niks met vis, hij houdt er niet van, het is niet zijn ding, hij eet het niet, doet er niks mee. Dus ik zei tegen hem, je weet toch wel, en kijk achter even over het label, dat het een bier is met zwarte bes, zwarte suiker en inktvisinkt. 3 minuten later kreeg ik een berichtje, Thomas, jij mag hem wel. Het is een Imperial Stout van 12%. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik heb nu een paar bieren gehad van Adroid Theory, niet Android, maar Adroid Theory. Een heftige Barrel Aged Imperial Stout en een Tipa. Dus ik moet eigenlijk eens een keer wat rustiger bieren van ze gaan proberen. Maar ja, wat ik zoiets heb gehad, stelde niet echt teleur. De Tipa was niet helemaal mijn ding, maar ik ben ook niet de grootste Tipa-fan. Dat weten jullie. Dus ja, we schenken het bier in. Hij zit goed vol. Ik ben heel benieuwd wat dit gaat doen. Voornamelijk die zwarte bes en die zwarte suiker. Die inktvisinkt maak ik mij niet al te druk om. Want dat wordt heel veel gebruikt in pasta's. Oké, ik had gehoopt dat de camera ietsje zou focussen, maar dat doet hij niet. Zoals je kan zien, gewoon hartstikke zwart bier. Met een schuimkraag die relatief snel verdwijnt. Ja, met 12% verbaast me dat niet zoveel. Het is geen barrel aged bier, die doen dat ook wel heel heftig. Maar met 12% verbaast me niks dat het schuimkraag relatief snel verdwijnt. We gaan eens even kijken wat hij doet in de neus. Ontzettend heftig, roasty toasty, heel erg bruin brood, geroosterde, getoasterde mout, wat hinten van koffie en chocola. Het zijn van die standaard dingen die je zo snel kan zeggen bij zo'n Imperial Stout, weet je, koffie, chocola, maar het gaat wel verder dan dat. Absoluut, die zwarte bes, sowieso heb ik in heel veel van die Russian Imperial Stout zo snel zo'n zwart, zo'n rood fruit, donker fruit karakter. En hier komt het ook extra sterk door die zwarte bes. Je hebt niet meteen dat je zegt, ik heb specifiek die zwarte bes. Maar hij geeft wel wat extra van die koffie. Kijk, in principe is een koffieboontje, komt oorspronkelijk, als ik me niet vergis, van een besje. En dat heel veel mooie koffies hebben ook altijd wel iets licht bessigs. En dat heeft deze ook wel. Een beetje bessen, rood fruit, shemmig. Absoluut een zoetje. Maar nog steeds dat diepe, roasty, toasty. Donkere mouten, weet je, echt die. Het zou me bijna niks verbazen als ik dit zo ruik. Het staat er niet op dat er lactose in zit, maar het komt bij mij bijna over als een hint van lactose. En officieel moeten ze dat er echt wel op zetten, maar dat wordt niet altijd gedaan. Er valt me trouwens even iets op, daar kom ik straks wel op terug. Maar het heeft een beetje dat soort van een heel subtiel licht. Maar dat kan ook weer, die extra zoetheid kan natuurlijk ook komen door die zwarte suikers. Hij heeft echt wel een sterk zoetje.
En voordat ik over een lactoseverhaal begin, moet ik natuurlijk wel onthouden dat er echt ook die zwarte suikers door zitten. Hij ruikt erg fijn. Dit hier hou ik wel van. Die zwarte... Die zwarte bes geeft gewoon een mooi, fris, fruitig karakter mee. Bijna richting een hint van cassis. Hij ruikt gewoon heel fijn. Ik moet hem gaan proeven, jongens. Cheers. Proost. En Extreme Beers, dankjewel. Doe die zwarte bes. Heeft hij een heel subtiel mooi zuurtje. Richting een beetje dat astringent, niet zuurig. Astringent, wrangig, fris zuurtje van een zwarte bes. En super lekker. Ik vind het een dijk van een bier. Ik krijg niks dat mij doet denken aan... Ik krijg niks dat mij doet denken aan zwarte inkt. Dus inkt is over het algemeen. Nou, je hebt ook wel blauwe inkt natuurlijk. Wat me doet denken aan... God, help nou. Inktvis inkt. God, dat duurde even. Dankjewel. Dankjewel voor je hulp. Ik hoorde je schreeuwen. Inktvis inkt. En ik, dankjewel, dat hielp. Ik had verwacht dat wat inktvis inkt kan doen, is een bepaalde ziltigheid van de zee meegeven. Hoor je wel eens in bepaalde gerechten, maar dan ook subtiel. Het is voornamelijk een kleurstof. Ik krijg niks hier terug dat ik moet denken aan vis, aan inktvis, aan zee of wat dan ook. Nee, eigenlijk niet. Die 12% is ontzettend goed verborgen. Komt absoluut niet over als een 12% sterk bier. Hij heeft gewoon een hele mooie... hij is niet... super dik of zo. Maar hij heeft wel... Ik vind hem nog steeds... Hij mag voor mij vallen onder een blubberdikke Jetsen. Hij heeft gewoon een mooie stevige body. Hij is best nog wel wat plakkerig in de mond. En gewoon die mooie tonen van dat koffie, chocola, roasty, toasty, bruin brood. En echt, ik heb bijna het idee dat er roggen in zit. Het zoetje van die zwarte suiker... Het licht zuurige van die zwarte bes en sowieso een mooi fruitig karakter. Er zit echt een mooi fruitig karakter in wat dat betreft. Maakt het wat mij betreft echt een dijk van een Imperial Stout. Hij krijgt van mij sowieso wel een 4 uit de 5. Kan het zijn dat hij met een 4,25 eindigt? Nee, ik hou hem hier echt wel op een 4. Het is namelijk gewoon een hartstikke lekkere stout, maar het is niet een baanbrekend bier. Echt dat hij echt op zo'n niveau komt. Dat je echt denkt van, wauw, ik ben helemaal stil. Het is gewoon een vette, dikke Russian Imperial Stout. De Ghost 808. Amuel. En trouwens, echt waar, dit blik ga ik wel bewaren, man. Moet je zien hoe gaaf dat eruit ziet. Ik vind de can art... Oh, daar zou ik nog even terugkomen. De can art van A Droid Theory vind ik altijd heel mooi, de label art. Ik heb nog wel een andere ding hier. Wat ik heel raar vind, wat ik tot nu toe gezien heb altijd van A Droid Theory, er staat altijd, staat erbij op, maaltijd, kaas en sigaarsuggesties. Wat ik tot nu toe gezien heb, en ik zal heel eerlijk zeggen, het is niet alsof ik de wereld van A Droid blikken labels heb gezien, maar wat ik tot nu toe altijd gezien heb, staat het er altijd bij op, dus ik vind het wel komisch. Verder gewoon dijk van een Russian Imperial Stout, een solide 4, 4,1, weet je. Waar ik nog even heel erg van ga genieten. Extreme Beers, nogmaals hartstikke bedankt. Oh man, echt dat... Het is niet alleen dat zwarte bes astringency zuurig, maar ook dat wrangige van koffie. Echt een dijk van een stout. Ik vind hem lekker. Extreme Beers, nogmaals hartstikke bedankt voor dit mooie bier. Ik ga er nog even lekker van genieten. Ik vind het altijd zo'n hekel. Kijk, Extreme Beers, de bieren die ik tot nu toe gehad heb, ze hebben me bijna nog niet teleurgesteld. En... Dan vind ik altijd als je dan een sponsor, dan weet je, je wordt op die manier heb je zo'n soort van sponsor dingetje aan de gang. En je bent heel positief. Dan klinkt het altijd meteen alsof je zoiets hebt van, ja, ik ga er niks negatiefs over zeggen. Kijk, als ik negatief ben over een bier, zeg ik het. Als ik het, plus minpunten, ze komen er gewoon heel eerlijk uit. Ook als het van een sponsor komt.
In dit geval is het gewoon een lekker bier. Kan ik ook niks aan doen. Onder in de omschrijvingbox link naar de webshop van Extreme Beers. En de code nog een keer, Extreme Dutch Beer Collective. Je hebt dus het hele jaar om 10% korting te scoren. Onder in de omschrijvingbox vind je ook links naar al mijn social media. En een link naar de Dutch Beer Collective. En op de web... Vind je ook links naar de Dutch Beer Collective. Waar je dus de review ziet van Gerben en Remy. Die ook bieren van Extreme Beers reviewen. Vond je de video leuk? Klik op like. Vond je hem heel erg leuk? Klik op abonneer. Onderin de omschrijvingbox doe eens even wat comments over Droid Theory. Imperial Stouts. Waar hou je van? Mijn haar. Wat vind je van de lengte op het moment? Ik ben mijn haar aan het laten groeien. Ik krijg wel een commentaar af en toe op. Positief op zich regelmatig. Maar ik ben mijn haar weer aan het laten groeien. Vroeger had ik echt, echt wel lang haar. Ben een beetje die richting weer in. Nou, niet zo lang, maar ik wil het wel weer wat lang. Doe eens comments over mijn haar. Vind ik leuk. We moeten het toch ergens over te kletsen hebben. En ik zie jullie allemaal bij mijn volgende review. Tot dan. Proost.